Hallo en welkom naar het filmpje over King Composer. In het vorige filmpje hebben we het geïnstalleerd. In dit filmpje gaan we iets meer in over King Composer zelf. Ja, als je op King Composer in je dashboard klikt, dan kom je op deze pagina. Heb je eigenlijk helemaal niet nodig voor nu. King Composer start eigenlijk vanzelf als je een pagina gaat aanmaken. Nou, ik had eerder al een pagina aangemaakt over een sticker die ik heb gemaakt. En daar wilde ik wat procesfoto's van laten zien. Dus die ga ik bewerken. Die galerij haal ik even weg. En ik kies aanpassen met King Composer. Nou, dit is eigenlijk King Composer. Je ziet eigenlijk niet veel. Staat er ook niks voor niks. Je hebt een lege pagina en die pagina die kunnen wij vullen. En King Composer werkt eigenlijk als volgt. Je kan allemaal rijen toevoegen met verschillende kolommen. Nou, laat ik eens één kolom, dus een pagina brede kolom toevoegen. En wat ik daarin wil zetten, dat wordt een element genoemd. Nou, er zijn vele elementen denkbaar. Het meest gebruikelijke is een tekstblok of een foto. Maar je kan ook allerlei knoppen, blogberichten, nou ja, noem maar op, videootjes, zoals eerder al vermeld, kaarten. Dat is heel veel. Leuk om naar te kijken. Voor nu kies ik eigenlijk een stukje tekst. En ik zet alleen maar even sticker neer. Op deze pagina zie je hoe de Azure sticker is gemaakt. Oké. Okay. Vind ik leuk om die even zo in het midden te zetten. En dan heb ik daar een stukje tekst. Nou, ik had bedacht dat ik daaronder eigenlijk foto's wilde maken en een stukje tekst. Ik kan ze een beetje slepen. En dan ga ik weer een nieuw element toevoegen. En in dit geval een afbeelding. Ik heb al in mijn mediatheek een aantal foto's staan. En nu laat ik even de foto's zien. Het begin van de sticker die ik aan het maken was in Illustrator. Dan zeg ik het ontwerp van Azure in Illustrator. Oké. Nou, meer wil ik op dit moment er even niet bij zetten. Ik ga weer wat anders maken. En in dit geval denk ik, nou, weet je, misschien is het leuk om het een beetje om en om te doen. Ik ga weer een afbeelding. Nou, laat ik deze eens doen. Weer met een tekstblok. Het uitsnijden is een echt priegelwerkje. Jullie begrijpen. Normaal gesproken ben ik wat uitgebreider, maar voor nu denk ik dat het wel even voldoende is. Nu zie je dat er eigenlijk twee rijen vlak onder elkaar staan. Ik kan er nog voor kiezen om er even een rij tussen te voegen. Dat kan eigenlijk heel gemakkelijk. Dan zeg ik wil hem niet als nummer 4, maar als nummer 3 hebben. En dan zie ik inderdaad dat tussen de twee die ik net heb gemaakt, deze rij is gekomen. Vaak is het goed om daar even een spacing te zetten. Dat is eigenlijk gewoon een ruimte met niks. 20 pixels lijkt me wel genoeg. Maar laten we eens gaan kijken hoe dat is. Ik druk op bijwerken. En dan ga ik de pagina maar eens bekijken. En dan zie je de twee foto's zoals ik het had bedacht. Nou, en dit is in de notendop hoe King Composer werkt. Ik zou zeggen, oefen ermee, probeer verschillende dingen uit. En het is van heel snel zal het een makkelijke tool worden waar je snel je pagina mee kan vullen. Succes ermee!